Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar de dansles van Team Natch. Ik zal mijn outfit laten zien. Ik heb een witte kurti aan die ik gekocht heb een paar dagen geleden, of eergisteren. Met deze combi blauwe sjaal, blauwe churia's en een mooie pindi. En ik heb ook wat blauw toegevoegd aan mijn ogen. Maar ja, ik heb de Uber al besteld. En laten we snel gaan, want ik wil op tijd er aanwezig zijn. Want ja, het is een cursus die je niet, waarvoor je niet hoeft in te schrijven. Dus gewoon de eerste mensen die daar aankomen, die krijgen een plek in de les. So, let's go. Oké, we zijn er. Dit is de studio waar ze les geven. Volgens mij geeft ze zelf vandaag geen les. Maar iemand anders geeft les. Maar dat maakt alsnog niet uit. Het was nog heel leuk om hun les te volgen. Want we zijn hier namelijk in Bangalore. Ik heb wel Nederlandse chocoladereep voor ze meegenomen als cadeautje. Maar goed, ik kijk of ik die misschien aan de andere leraar kan geven dan. En anders, ja, ik laat jullie ook wel weten wat ik kan filmen. I'm gonna make it.
Goedemorgen. Het is inmiddels de volgende dag. Ik ga weer naar les. Ik ga naar de exactzelfde les als gisteren. Want hij wordt vandaag vlak bij mij in Bandra gegeven. En nu is het zo dat het me gewoon leuk leek om het nog een keer te doen. En ook om de pasjes wat beter onder de knie te krijgen. Want voor mijn gevoel heb ik wat meer oefening nodig. Dus ik dacht, ja, laten we gewoon gaan. Het is nu 12:55. En 1:00 begint het. Het is een kwartiertje rijden. Dus ik ga nu naar beneden en dan neem ik een tuk-tuk richting de studio. En ja, laten we dan kijken hoe het vandaag gaat. Ik heb gewoon een kurta aan. Een lange kurta met een zwarte broek eronder. Maar ja, ik ben ready. Ik heb mijn make-up weer gedaan. En vandaag heb ik een roze bindi op. Die matcht met mijn jurkje. Zo, Shelly. Van de video, van de les. En daarna wil ik gaan shoppen bij Santa Cruz. Hallo guys, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is de laatste dag dat ik in Mumbai ben. Het is inmiddels al 6:00 s'avonds. Ik heb de hele dag lekker liggen luieren. En mijn kleren zijn eindelijk vermerkt en gebracht voor mij. Kleren zijn gebracht, hier zijn ze. Ik heb ze allemaal gevlogd in de video. Die nu al online staat. Dus dat kunnen jullie daar zien. Ik zal ook wel een link in de beschrijving doen. Maar het was een soort van paswakkie shopblog. India editie met Indiase kleren. Even van hier. Oh.
Ik vlieg om 5 uur 's ochtends morgen. Dat betekent dat ik 3 uur van tevoren moet aanmelden. Want ik vlieg eerst naar Dubai en van Dubai naar Amsterdam. En ik heb daar een overstap van 5-6 uurtjes ongeveer. Dus dat is best wel lang. En ja, als ik dus 5 uur ga vliegen, betekent dat ik 3 uur van tevoren moet aanmelden. 2 uur daar moet zijn ongeveer. Dat is 1 uur, 1:30 vertrekken van hier. 'S Avonds. Dus ik ga nu dus naar buiten. En als ik terug ben, ga ik inpakken. Want... Maar goed, dat is het plan voor vandaag. Ik ga dus nu naar Nederland. Na ongeveer een half jaar. 7-8 maanden ben ik weg geweest. Ik ging natuurlijk in Singapore studeren. En ja, ik ga daar een hele lange tijd eindelijk naar Nederland. Dus ja, het is best wel spannend na zo'n lange tijd weer terug naar huis. Terug bij iedereen, bij mijn familie en vrienden en mijn kamer. Oh, dit heb ik echt gemist. Dus ja, dat vind ik wel weer heel spannend. Is it just me? I don't know. Het is best wel gek dat je weggaat van huis en 8 maanden weg bent en zoveel van de wereld hebt gezien in deze tijd. In zo'n tijd en dan teruggaat waar je begonnen was met allemaal, niet emotioneel worden, allemaal extra memories en ervaringen. Dat is wel heel mooi. En I feel really blessed dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Natuurlijk gaat er nog heel veel meer komen. Maar echt de ervaringen die ik heb opgedaan in Singapore. En ik ben ook natuurlijk naar een paar landen op vakantie geweest. Yeah, I really respect the fact that I was able to do it. Ik weet niet waarom ik over ga in Engels. Ik praat veel Engels hier. Maar ik waardeer heel erg dat ik die kans heb gekregen. En ja. I don't know. Je moet natuurlijk zelf van je leven maken. Je moet natuurlijk zelf wat van je leven maken. En alleen jij kan dat doen. Niemand anders kan dat voor jou doen. Dus ja. Avonds. Ik ben teruggekomen in het hotel. Ik heb na het eten nog geshopt. Ik ben naar een sieradenwinkel geweest. Alleen je mag hier in sieradenwinkels en in kledingwinkels niet echt filmen. Maar ik heb sieraden gekocht en ik wil het jullie wel even snel laten zien. Vooral als cadeautjes. Kijk eens. Dat zijn hele mooie sieraden sets. Ik heb er 2 gehaald als set en verder allemaal losse oorbellen. Deze ga ik waarschijnlijk aan een nicht van mij geven, want die zocht zo'n set. Kijk, hier heb ik er nog 1. Ja, ik heb niet heel veel tijd eigenlijk om het uit de verpakking te halen, maar ik wil het jullie ook wel graag laten zien. Oké, even kijken. Ze hebben net alles ook voor mij ingepakt. Even kijken. Kijk. Het is heel mooi. De kwaliteit is ook echt top. Kijk eens aan. Focus. Ja, zo zien ze eruit. Ik weet niet of het op camera goed te zien is. Maar de kwaliteit is echt amazing. Heel mooi afgewerkt. Steentjes zijn heel mooi. Dus daar heb ik ook een setje van. En dan heb ik allemaal oorbellen gehaald. Ze waren best duur, jongens. Ja, ik vond ze eigenlijk echt wel duur. Maar alsnog, ik had geen cadeautjes om iets leuks mee te nemen. Ze zijn super delicate. Heel mooi afgewerkt. Ja, en dan, daar ben ik wel echt een sucker voor. Mooie sieraden, echt. Dan heb je mij heel snel te pakken. Zo heb ik allemaal soorten sieraden gehaald. En deze heb ik voor mezelf gehaald. Oh, ze zijn wel echt duur, jongens. Maar ik heb eigenlijk maar van alles 1 paar oorbellen gehaald en misschien een sieraden set. Ik weet niet of ik die weggeef of niet. Dus ja. Zoals jullie kunnen zien achter mij.
mij. Ik ga niet laten focussen. Is het echt een troep? Dus ik ga inpakken. Het is nu 11 uur. Ik denk dat ik tegen 1 uur, half 2, 2 uur naar de airport wil gaan. Want ik denk persoonlijk dat het niet echt heel erg is als ik 2 uur van tevoren aangemeld in plaats van 3 uur. Maar ik ga dat nog wel even bekijken. Ik ga nu gewoon snel opruimen. Zodat ik dat tenminste gedaan heb. En dan kan ik rustig kijken hoe laat ik ga. Dus dit is de situatie nu. En ik zie jullie later als ik ingepakt heb. En toen begon ik mijn terugreis weer naar Nederland. Ik heb mijn ouders toen gelukkig in de tussentijd na Singapore wel gezien in Goa. Dus toen zijn we op vakantie geweest. En daarna ben ik dus natuurlijk naar Mumbai gegaan. En ja, dit is mijn laatste vlog van Mumbai van vorig jaar. En ja, in de volgende clip zien jullie mijn lieve nicht, zwager. Mijn lieve twee nichten en mijn zwager en mijn papa. Maar die zien jullie niet. Die kwamen mij ophalen op Schiphol. Dus dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, geef zeker een duimpje. Volg mij voor meer leuke video's die ik in de toekomst gepland heb. En er zijn nog een aantal andere video's die van Mumbai nog online moeten komen. Maar de vlogs zijn nu wel klaar. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben. En ja, tot de volgende keer. Until then, stay happy. Surprise!